Nee, kom maar. Oké, okay, ja. Het is wel een bijzondere ochtend, hè? Nou, het is een hele bijzondere ochtend. Ja, nee, absoluut. Een hele bijzondere ochtend. Ja, goed. Nou, ik zou zeggen, neem hem maar mee. Wat neem ik mee? Ja, wat je nodig hebt. Wat ik nodig heb? Ja, wat je nodig hebt. Nou, wat je nodig hebt. Wit salie, wat koriander. Ja? Die heb ik gefundeerd. Kurkuma. Hè? Kurkuma. Ja, ik verstond het wel. Ja. Ik vind het een bijzondere keuze. Ja, ja. Met salie. Ja, waarom niet? Nou ja, goed. Dat is het ruiker, toch? Ja, dat zou kunnen. Ja. Yes. Nou. Het is allemaal wel heel goed. Otto, je maakt wel heel veel geluid. Oh ja? Ja. Oh. Gaat het goed? Nou ja, dat stond, ik moest hoesten. Oh ja, als dat al een probleem is. Trouwens, ja. Ja, nou goed. Ben je er klaar voor? Ja hoor, ja zeker. Goedemorgen. Wat ga je nou doen? Wat? Ja, wat ik altijd ga doen, liefje. Nee. Welkom mensen, nou dat hebben we gedaan. Ga hier maar staan, want we gaan het vandaag net iets anders doen. Ik doe het altijd graag zoals ik het deed. Ja. Ja, maar dat gaan we dus vandaag niet doen. We gaan vandaag iets anders doen. Ik zou zeggen, ga daar maar staan naast deze meneer. Ja, dat is heel goed. Ja, ja. Nou, je hoeft niet altijd niet gelijk vast te pakken. Nou ja, waarom niet? Nou, je kent hem niet, dat is een beetje vreemd. Maar goed, vriendelijke wil hij dat toestemming geven? Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Nou, mooi. Dan ga ik Esmeralda klaarzetten en dan beginnen we even iets anders met een soort verrassing. Waarde gasten, fijn dat iedereen er is. Fantastisch. Blijft u vooral staan. Hallo, hi. Leuk dat u er bent, erkenning. Ik ga het orgel neerzetten en dan gaan we van start. Blijf gewoon lekker rustig staan. Oké, okay, goed. Kom, Esmeralda. Kom, kom maar. Het wordt leuk, liefje. Wordt leuk. Je gaat het enorm waarderen. Het is sowieso al een mooie dag, maar het wordt alleen maar mooier. Goed, nou, oké. Okay. Komt-ie, oké. Okay. Nou, daar gaan we. Leuk. Oké, komt-ie. Verrassing, komt-ie, ja. Voor jou. Het waren de gasten. Dat zijn ze. Leuk. Ja. Fijn dat iedereen... Het was niet helemaal... Sorry, ik ga het even... Dat hoort er niet bij. Nee, daar hoort er nog niet bij. Blijft u vooral staan. Meneer, niet weglopen. Blijf staan. Het was nog niet klaar. Blijf staan. Heel goed. Dank u wel. Komt goed. Komt echt. Wordt hartstikke leuk. Wordt echt hartstikke leuk. Komt hier, komt hier. Gaat hier. Geen spijt van. Oké, komt hier. Het waren de gasten. Fijn dat iedereen... Ik neem het even van je over. Nee. Ga maar gewoon daar naartoe. Zo, naar achter. Ja, tuut. Hartstikke goed. Lekker blijven staan. Komt echt allemaal hartstikke goed. Wordt echt het allerleukste wat u ooit heeft gezien in uw hele leven. Nou, zal me benieuwen. Maar nou is het klaar, hè? Gedraag. Sorry, hè? Oké. Waren de gasten? Dankjewel. Graag zou ik u willen voorstellen aan mijn vrouw. Vere Genie. Hartstikke leuk. Dankjewel. Wat doe je nou? Nee. Voor slechts een paar gouden dukaten kan zij u helpen u te verweren tegen het kwaad. Zij is namelijk hooglerares. Zij is vitoborist. Maar bovenal is zij dokter Andus Magister in de ongeluksbestrijding. Waarde gasten, graag uw handen op elkaar. Voor mijn beeldschone vrouw die daadwerkelijk alles kan. Hier is ze dan. Virginie Charlaton! Kom maar, ja? kom maar. Dank u wel. Wat ontzettend sympathiek. Otto. Uh-oh. Otto, liefje, kom eens even hier. We willen dat gewoon... Liefje, kom eens even hier. Dankjewel. Oh. Dat was heel leuk. Oh ja, Ja, ik ben blij verrast. Oh, nou, dan nemen we het voor. Dames en heren, mag ik u dan voorstellen aan de duwende kracht achter Esmeralda. Mijn man, Otto Charlatan. Nou, dank u wel hoor. Doe geen moeite. Dank u wel. En natuurlijk aan ons orgel, Esmeralda. Ja! Oh ja! Esmeralda. Zij is een erfstuk. En ze is gemaakt door mijn bedovergrootvader Jozef. Kijk, daar staat hij. Hij was dirigent. En hij is ooit... samen met zijn complete orkest spoorloos verdwenen. Huh? Ja. Door heel Europa hebben wij zijn weg gevolgd en geloof het of niet. Maar wij hebben op deze plek zijn graf gevonden. Ja.
op deze plek heerst het onheil. Maar geen angst, want ik ga ervoor zorgen met mijn goede raad dat u zich kunt verdedigen tegen het kwaad. Dus doet u allemaal maar 5 stappen naar voren. U staat goed. Ja, u staat goed. De rest moet nog iets. Komt 2, u maar hoor. Ja, ja, ja. 3. Dank u wel. Ja, 4. Ja. 5. U hoeft niet bang te zijn, mevrouw. Nee hoor, nog niet. Goed zo. En doet u maar met mij mee. Plaats de beide voeten stevig op de grond. Uitstekend. Ja. En op een inademing brengen wij dan allemaal tegelijk onze armen omhoog. Daar gaan we. Komt u maar. Ja, 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 rustig aan hoor, meneer. Ja. Iedereen mee? Nou ja, volgens mij. Ja? Oh, ja. Ja, wel eens. Otto. Ja. Hè? Otto. Wat? Iedereen nog mee, niet boos worden. Besef het belang. Hier heerst de angst. U moet zichzelf kunnen verweren, mevrouw. Anders is het levensgevaarlijk. Doet u op zijn minst de handen omhoog. Komt u maar. Eigen risico. Goed, daar gaan we. Adem diep in. En op een uitademing heel zachtjes. We moeten ons verweren tegen de angst en het kwaad. Weg. Om weer. Adem in. Uitstekend. Nou ja. U bent veilig. Voor dit moment althans. Nu even niet. Nu even niet. Esmeralda, muziek! Ja? Wat is er aan de hand? Heel veel interne spanning. Ja, ik ben. Het gaat niet goed. Nee, het gaat niet goed. Je bent bang voor je eigen hand. Nee, wat is er? Moet ik daar nu over hebben? Waar al die mensen bij zijn? Nou ja, waarom niet? Lijkt het goed voor jou om daar eindelijk een keer eens over te praten? Nou, dat lijkt me niet. Helemaal vanuit wij komen van ver. Overwegen van hot naar her. Liefde en tranen, dat is ons scherp bestaan. Geen duit in je tas en zonder kompas, dat is weer wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen. De charlatans. Ja, wij hebben een lange reis achter. Over bergen langs woeste kusten, maar waarom komt hij eindelijk rusten? Ik vraag het mij af, maar hier is zijn grap, dat zegt Esmeralda. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan en van ons in vele landen, de charlatans. Ja, wij vragen ons nu één ding af. Wat is hier gebeurd? Ja, wat? Ik heb huiver en angst gespeeld. Deze plek uit het wakkamer en werd een duister geheim. Ik vind het niet fijn, maar we moeten hier zijn. Volgens Esmeralda, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van ons in vele landen, de dank u wel. Mijn bedovergrootvader.
Karel Jozef, hij was niet alleen dirigent, hij was ook componist. En hij deed op deze plek ooit mee aan een zeer belangrijk muziekcomponist. Maar zowel hij als zijn orkestleden zijn daarvan nooit teruggekeerd. Waarom zijn ze verdwenen? En wat voor vreemde dingen hebben hier plaatsgevonden? Wij hopen de antwoorden hier te vinden. Toen wij op onderzoek uitgingen, daarachter in het woud, vonden we helemaal overwoekerd een mausoleum. Een grafmonument. Ja. Toen wij de begroeiing hadden weggetrokken, zagen we een datum staan. 13 oktober 1876. En daaronder een plaquette met erop een zeer bekende familienaam. Jozef Charlatan. We hadden hem gevonden. Ja. Ooit was hij, lang geleden, vanuit zijn woonplaats Parijs vertrokken. Met zijn orkest op tournee. Om uiteindelijk hier te eindigen. En rondom dat mausoleum vonden we grafstenen. Het leek wel een kerkhof. Hè? De namen waren bijna onleesbaar, niet te doen, meneer. Als eerste vonden we het graf van de Spaanse pianist José García Fernández. Sí. Van zijn nazaat had hij in Spanje ooit nog een ogenblik gekregen. Oh ja. En daar het graf van mandolinespeler Luigi Trovatore. Ja. En u staat op het graf van klaviermeester Engelbert. Maak ik zo altijd van. Nee, ja, dat maakt het ook niet uit. Nee. Als hij er al niet meer is, toch? Nee, precies. Nee? Hoeveel orkestleden zouden er hier liggen? Huh? Wat was hier gebeurd? En was dat hele orkest dan met z'n allen hier geëindigd, hè? Wat had hier plaatsgevonden? Ja! Als laatste vonden wij het graf van Ignatius, violinist. Niemand weet wie hij was. En wij hadden wel gehoord van betoverend, mysterieus. Als de klanken van deze viool klonken, dan liepen de rillingen over. Had deze muziek misschien gezorgd voor een vloek over hem orkest? Ja, of komt het juist door deze plek? Ja, ja. Deze plek is onheilspelbaar. Misschien rust hier wel een vloek of een betovering. En om die reden moeten wij hier blijven. Blijven? Ja, natuurlijk. Want waar ga je naartoe? Dat lijkt me niet heel veilig. Dat is allemaal hele jonge kinderen. Luister. Jij, ik en Esmeralda. Wij gaan uitzoeken wat er hier met de graven aan de hand is. Ja. En ik volg mijn roeping. En ik ga ervoor zorgen dat al deze mensen zich leren verweren tegen hun persoonlijke angsten. Oh, konijntje, hier is een groene taak voor jou weggelegd. Precies. En wij worden rijk. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Lot ligt in ons handen, profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Geef me reties van hier tot de maan. En vanuit in vele landen, charlatan. Dank u wel. Dank u wel, waarde gasten. Waarde gasten, dit was ons verhaal. Dank u wel voor het luisteren. Mocht u nou denken, nou ik zou mezelf nog wel willen laten vastleggen op de gevoelige plaat met deze twee. Dan kan dat nu, hè, kleine foto. Voor nu is dat nog volledig gratis. Ja, wat dan? Hè? Een stukje klantenbinding, dat vinden ze ons aardig. Kom meneer nog terug en dan gaan we hem daarna financieel helemaal uitleggen. Goed, waarde gasten, als u een foto wil maken, dan kan dat nu. En anders, dank u wel voor uw komst en tot de volgende keer. Dank u. Staat klaar. Ja, ik sta er ook klaar voor. Echt. Esmeralda staat sorry, hoor. Klaar, hoor. Ja, ze is er. Komt u maar eenmaal, andermaal.
Komt u er maar bij. Ja hoor. Zet u het neer.